Na al die coronatoestanden gaan Roel, Loes samen met papa Jan en mama Margot een weekendje logeren in een gezellig hotelletje. Een hotelletje midden in het Jungle Park. En in dat park leven allerlei wilde dieren die allemaal vrij rondlopen over het hele domein. En die je kan ontdekken langs allerlei kleine wandel- en sluippaadjes. Echt wel avontuurlijk, hè? En misschien toch ook best een beetje spannend. Na het ontbijt gaan papa... Hallo. Roel. Hallo. En Loes. Hallo. Uitgezwaaid door mama. Doei. Op pad. Hebben jullie alles bij je? Een zonnehoed, zonnecrème F50, een rugzak met voldoende boterhammetjes en water en een verrekijker en een fototoestel. Mama blijft in het hotel, want die heeft nog wat telewerk in te halen. Heel voorzichtig, om de dieren niet op te schrikken, sluipen ze door de jungle. Net al om het eerste hoekje staan ze meteen oog in oog met een cheetah. Ah! O jeetje! De cheetah kijkt hen aan met zijn felle ogen en komt zachtjes dichterbij. Wat gaat er nu toch gebeuren? Maar als de cheetah vlak bij hen is, blijkt het een zeer vriendelijke cheetah te zijn. De kinderen mogen hem zelfs aaien en op zijn rug zitten. Nou, dat is gezellig. En papa, die neemt er meteen een foto van. Na een tijdje gaan ze vergezeld door de cheetah verder de jungle in. In de verte horen ze plots een geluid van brekende takken. O jee, dat is even schrikken. Ze sluipen dichterbij en zien door de struiken een echte, maar dan ook een echte dinosaurus die zich te goed doet aan boomtakken. Yeah! De cheetah die gaat vooraan om de kinderen te verdedigen. Maar dat was helemaal niet nodig, want ook deze dinosaurus blijkt een vriendelijk dier te zijn. Wil je met ons onze foto? Vroegen de kinderen. De dinosaurus verstond hen natuurlijk niet. Maar na wat gebaren kon papa ook hier weer een mooie foto maken. Tot hiertoe was het zeker een superleuke dag. En ze trokken met z'n allen weer verder de jungle in. De papa, Loes, Roel, de cheetah en de dinosaurus. Maar plots kwam er, zo helemaal onverwacht, een wilde kip zomaar als een sneltrein over het junglepad aangestormd. Net Speedy Gonzales. De hele groep schrok zich te pletter, gilden door elkaar. Help! En ze renden de jungle in, helemaal tot in het hotel. De kip kwam op de plek waar net iedereen nog stond. Ze keek verbaasd om zich heen en begreep er niks van. Toen zei ze en rende supersnel weer verder. Hey, dag allemaal en welkom op dit YouTube-kanaal. Vind je de verhalen leuk? Vraag dan aan je mama en papa om je te abonneren. En we houden je op de hoogte als er nieuwe verhalen bijkomen. Deel het ook met al je vriendjes, neefjes en nichtjes. Hoe meer lezertjes, hoe leuker! Opa Brugge vertelt vooral graag jullie verhalen. Maak er eentje, tezamen, met iedereen in huis en stuur het naar dit e-mailadres. Maak er wat gepaste tekeningen bij. Of een opstelling met Lego of Duplo, of met Barbiepoppen, of een heus stripverhaal. Opa Brugge doet de rest en jullie verhaal komt mee op dit kanaal. Doen! Superleuk!